Pier Scheveningen echt afgesloten. Doden bij brand in Noordwijkerhout. En Hagenaars bedelen om miljonair te worden. Ik heb mijn overleden vader en onze voorzitter hebben beloofd dat ik zal vechten tot mijn laatste snik voor het behoud van deze pier. Dag dames en heren, de pier is dicht. Vanmorgen om even na 10 uur ging het hek dicht en vervolgens werd begonnen met het timmeren van houten schotten om de ingang helemaal af te sluiten. De pier moet op slot omdat er veel gebreken zijn en omdat hij niet meer brandveilig is. Onze verslaggever Lot van Bree is bij de pier. Ja, erop kan dus niet meer. Lot, hoe is het daar nu? Nou ja, treurig. Je ziet het, het regent. Achter mij, daar worden de schotten geplaatst. De laatste schotten om de pier af te sluiten. En ja, die moet dicht, omdat, zoals jij ook al zei, het niet veilig is. De vluchtroutes, die zouden gevaarlijk zijn. Ook is de alarmering bijvoorbeeld is niet op orde. Er is geen organisatie. Mensen die in crisissituaties weten hoe ze moeten handelen. Nou ja, de curator van de pier, die heeft gisteren nog wel geprobeerd om sluiting te voorkomen via een kort geding, maar die zaak heeft hij verloren. En dus was vanochtend de gemeente, de brandweer, onverbiddelijk. Ik ben van de gemeente. U bent van de gemeente? Ja. Nou, je hebt geen toestemming om hier te komen. Dit is mijn terrein, hier zo. En je hebt überhaupt aan mij nog nooit geen toestemming gevraagd om hier te komen. Wie denk je eigenlijk wel dat je bent? Ik vraag u vriendelijk, straks komt iemand anders hier, misschien minder vriendelijk. Hoe vaak nog? Nee. Oké. En u zit helemaal vastgeketend. Ja. Ze moeten u echt losbranden? Ja, dat gaan ze zeker doen, want ik ga niet vrijwillig weg. Dus, want ik kan ook niet weg. Dus die sleutels zijn in het zand gegooid. Het is nergens voor nodig. Geld wordt gewoon over de ballen gegooid. Wat zei de brandweer toen ze hier binnenkwamen? Dat ook direct het pand moesten verlaten. Ja. Ik denk ja, ook dat nog. Niet normaal afscheid kunnen nemen, niet normaal af kunnen sluiten. Het laatste aardje mee. Een laatste stap van de pier, dus came over. We hebben gestreden, we hebben alles gedaan. Niet gelukt. Ja, de pier is nu dus potdicht. Is het nu ook echt daadwerkelijk over en uit met de pier? Nou, niet direct, want de verkoop van de pier die gaat bijvoorbeeld gewoon door. Maar wat je merkt is dat ook het doorschuiven van de verantwoordelijkheden gewoon doorgaat. De curator van de pier die vindt bijvoorbeeld dat de gemeente Den Haag de kosten voor het onderhoud moet voorschieten. Die onderhoudskosten zijn natuurlijk nog steeds nodig, want die pier is wel afgesloten. Maar ja, de verloedering gaat gewoon verder. Alleen de gemeente Den Haag die ziet dat absoluut niet zitten. Die is bang dat ze uiteindelijk kan fluiten naar het geld. Wethouder Noorder van Den Haag op zijn beurt die roept juist de curator op om nu de pier gesloten is zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. Want een gesloten pier is doodzonde voor de stad. En de curator is nou eenmaal verantwoordelijk, zo vindt de wethouder. Dus je merkt dat de pier weliswaar gesloten is vandaag. Dat is een nieuwe situatie. Maar aan de andere kant blijft het zo dat er niemand nog steeds voor de pier lijkt te willen betalen. En dat betekent dat de pier voorlopig nog wel het kind van de rekening blijft. Lot van Bree bij de pier, dankjewel. In het uitgebrande bedrijfsverzamelgebouw aan de gieterij in Noordwijkerhout is vanochtend een dode man gevonden. Onduidelijk is nog om wie het gaat en hoe de persoon om het leven is gekomen. De brand breekt vannacht rond 12 uur uit na een explosie, zoals op deze bewakingsbeelden is te zien. De buitenkant van het gebouw staat 's ochtends nog bol door de kracht van de ontploffing. Pas later op de ochtend wordt duidelijk dat er ook iemand is omgekomen. Toen de lijkwagen hier op kwam rijden, toen hadden we in de gaten dat er nog een dodelijk slachtoffer bij betrokken was. Wat dacht je toen? Ja, shit. Shit. In het begin zit je natuurlijk wel grapjes erover te maken en zo, maar daar hou je dan gelijk mee op natuurlijk met de grapjes. De brandweer heeft uren nodig om de brand onder controle te krijgen. Daarbij ontstaat ook bij de andere bedrijven in het gebouw veel schade. De garage van Gerard Diesveld zit er vlak naast. Hij hoort vanochtend pas van de brand. Toen ik er ook kwam rijden, dus ik mocht er niet op en toen werd er verteld dat er een brand was geweest. Het lichaam van de dode man kan pas tegen het middaguur worden geborgen in de uitgebrande brommerwerkplaats. Nou, ik weet dat er bedrijvigheid was met brommers, vaak wat oldtimers en zo, daar waren ze mee bezig.
Niet fulltime, maar ja, voor zover ik dan begrepen heb hoor. Want je hoort die jongens wel eens langs rijden, je ziet ze wel eens lopen, maar ik had niet de indruk dat het permanent was of zo. Overal in het bedrijvenpand is grote rook- en waterschade. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog onduidelijk. De politie gaat ervan uit dat het onderzoek nog weken gaat duren. De gemeente Den Haag is zeer verheugd met het nieuws dat de Nobelprijs voor de Vrede naar de OPCW gaat. Den Haag is blij met de prijs omdat de OPCW een belangrijke internationale organisatie in de stad is die wereldwijd bekend staat als internationale stad van vrede en recht. Het Nobelcomité kent de prijs aan de OPCW toe voor het uitgebreide werk om het gebruik van chemische wapens te elimineren. De eigenaren van de auto's die zijn geramd tijdens de dronkenmansrit van de vrouw van de Russische diplomaat Borodin krijgen de schade toch vergoed. Eerder was er sprake van dat mogelijk niemand een vergoeding zou krijgen omdat het hele gezin van de diplomaat onschendbaar zou zijn en geen aansprakelijkheid zou hoeven erkennen. De vrouw zat dronken achter het stuur, maar geniet de onschendbaarheid van een diplomaat. De verzekeraar van de vrouw is waarschijnlijk de enige die geen geld kan verhalen op de Russim. Ja, en de echtgenoot van de dronken vrouw werd vlak na de aanrijding thuis aangehouden. Dat leidde tot een enorme diplomatieke rel tussen Nederland en Rusland. Ons land heeft inmiddels excuses aangeboden voor de aanhouding, maar Rusland blijft erbij dat de betrokken agenten bestraft moeten worden. Een postbezorger uit Den Haag heeft zo'n 2 ton buitgemaakt nadat hij de Belastingdienst had opgelicht. De man maakte de post van anderen open en vulde zijn eigen rekeningnummer in op brieven waarmee ondernemers en instellingen geld konden terugkrijgen van de fiscus. Op die manier wist de 29-jarige man zo'n 200.000 euro buit te maken. Hij is in april gearresteerd en moet over een paar weken voorkomen. De verdachte werkte voor postbesteller Sand. De uitgeprocedeerde asielzoekers in de Haagse Sacramentskerk maken zich op voor weer een winter in de kerk. De meesten zitten er al zo'n 3/4 jaar. En dat zonder uitzicht op een betere toekomst. Ze zitten er lichamelijk en geestelijk doorheen. Burgemeester Van Aartsen van Den Haag noemde de situatie van de asielzoekers pas nog zorgelijk. En hij riep de hulp in van de GGD. Ondertussen proberen de asielzoekers zelf er het beste van te maken. De een zingt en de ander probeert de tijd te doden met fitness. En ook de computer is een populair tijdverdrijf in de kerk. Maar de verveling ligt altijd op de loer. Ja, eigenlijk is het echt moeilijk, maar is beter als buiten of op straat. Maar eigenlijk is gewoon, wij kan leven nog. Wij zijn nog niet dood, zeg maar. ja. Ook de buurtbewoners die de vluchtelingen helpen, maken zich zorgen. Nou, depressief is niet het woord, maar ze zien wel het einde hiervan niet in komen, zeg maar. Het is toch dat ze... Het wordt een beetje berustend en ja, ze ervaren, geloof ik, veel. Mensen ervaren de situatie als uitzichtsloos. Hulporganisaties en vrijwilligers rond de vluchtelingen maken zich grote zorgen. Ze pleiten voor een snelle oplossing. Verwacht wordt dat de groep ook de komende winter in de kerk blijft. Vanwege de gebrekkige sanitaire voorzieningen en verwarming is het allerminst een ideale verblijfplaats voor de 60 mensen. Waarschijnlijk zullen we hier toch de winter blijven, want ja, er is geen andere plek waar ze heen kunnen gaan. De gemeente en de staat weigert nog steeds om hun opvang te bieden. En wij proberen dan ook zo goed en zo kwaad als het gaat de plek zo goed mogelijk te maken om de winter door te komen. De meeste asielzoekers komen uit Irak en kunnen of willen niet terug naar hun geboorteland. Maar op een verblijfsvergunning in Nederland hoeven ze ook niet te rekenen. En daardoor vallen ze tussen wal en schip. Kan je terug naar Irak? Nee, ik ga niet terug naar Irak. Ik ga niet daar leven. Irak voor mij niet veilig. Dat gaat nooit gebeuren met mij, omdat ik heb echt problemen. Vluchtelingenwerk bekijkt op verzoek van de gemeente Den Haag nogmaals de dossiers van een aantal vluchtelingen. Maar volgens Vluchtelingenwerk is het moeilijk werken met het huidige asielbeleid. Als ik dit zo zie, dan vind ik dat heel erg schrijnend dat mensen op deze manier moeten wonen. En ik vind het ook een teken van dat het asielbeleid op dit moment gewoon niet sluitend is. Maar ik denk ook dat als je kijkt naar de situatie en hoe die steeds verergert, ook als je kijkt naar de ambtsberichten die Buitenlandse Zaken erover naar buiten brengt, dat je dan toch heel erg serieus moet nadenken of je mensen wel naar die situatie wil terugsturen. Dan nog liever in de kerk, zeggen de vluchtelingen.
Maar eigenlijk is dat ook geen oplossing. Nou, heel erg lang in deze omstandigheden wonen is natuurlijk ook niet echt menswaardig. Want het is hier in de midden heel erg koud en vochtig. Mensen worden ziek. Dus het is natuurlijk eigenlijk een heel erg onwenselijke situatie. De GGD is inmiddels bezig de gezondheidsproblemen van de asielzoekers in kaart te brengen. En legt indien nodig de contacten met zorgverleners. En dan een bijzondere wereldrecordpoging vandaag. Kom uit de kast. Nou, de aanleiding is de internationale Coming Out Day. Een dag waarop wordt stilgestaan bij gelijkheid van iedereen. Volgens de organisatoren is dat nodig omdat homo's en biseksuelen geregeld nog negatieve ervaringen hebben op de werkplek. Ruben kwam uit de kast toen hij 14 jaar was. We waren broccoli aan het eten en dat was gewoon, nou ja, het komt niet als donderslag uit de hemel zetten. En klaar ligt de hemel, dus dat is helemaal prima, het maakt niet uit. Mijn ouders die gingen eigenlijk huilen, want omdat ze toch eigenlijk heel blij waren dat ik mezelf kon zijn. En ik heb er eigenlijk alleen maar mooie herinneringen aan. En die mooie herinneringen wil de gemeente Den Haag graag voor iedereen. Want zo vanzelfsprekend is dat niet. Zelfs niet in Nederland, dat wij mensen die anders zijn gelijk behandelen. Daarom heb ik gezegd dat mijn droom voor de stad, maar voor ons gemeenteapparaat, is dat we samen stad zijn. Het is niet vanzelfsprekend. Je moet er elke dag voor vechten en elke dag voor strijden. En dat is precies wat we vandaag uitstralen. De recordpoging Kom uit de kast trekt veel bekijks. En een ieder die langsloopt, doet ook mee. Nou, ik was al uit de kast eigenlijk, maar ook op het werk vind ik het belangrijk om te zien dat ik ook mezelf kan zijn. En daarom heb ik vandaag ook symbolisch uit de kast gekomen. Ik denk dat het heel goed is dat het onderwerp centraal staat bij de bedrijven, zoals je nu ziet bij de HTM, die achterlangs rijden met vlaggetjes, maar ook bij Shell dat ze de vlag hijsen. En natuurlijk de gemeente Den Haag die dat ook doet. Je maakt een statement dat je iedereen op de werkvloer mag zijn wie die is. Maar toch zijn er ook collega's die er wat meer moeite mee hebben, die of in een hele macho omgeving werken. En daar willen wij vandaag ook een steuntje voor in de rug zijn. Dat je gewoon wel jezelf kunt zijn. Iets meer dan 100 mensen kwamen vanochtend uit de kast. De recordpoging is dus geslaagd. Wat zou er gebeuren als je aan iedere Nederlander 1 euro vraagt? En wat dan als 1 op de 17 ook daadwerkelijk die euro geeft? Ja, dan heb je een miljoen euro opgehaald. Nou, op dat idee kwamen 2 jonge Hagenaars. Ze trekken minstens een maand door het land met 1 doel. Een miljoen euro ophalen voor zichzelf. Dag dames, mogen wij jullie iets vragen heel kort? Heeft u voor ons misschien een euro? Heeft u misschien een eurotje voor ons? Oh, dat vind ik wel lachen. Ik wil een euro is wat ik wil. Ze zijn niet arm en hebben altijd gewerkt, maar Maggie en Brian lopen door heel Nederland en stellen mensen maar 1 vraag. Heeft u voor ons een eurotje? Je mag mij dan een eurotje. Ja, perfect. We zaten in de kroeg en waren eigenlijk aan het denken, hoe kan je nou miljonair worden? En toen was het gewoon, weet je wat we gaan doen? We gaan aan iedere Nederlander een euro vragen. 17 miljoen mensen. 1 op de 17. Een eurotje, ja, dan moet het mogelijk zijn om in de miljonair te zijn. Te ik wil een euro, euro is wat ik wil. Ik wil een euro, euro is wat ik wil. Veel mensen dromen ervan en heel veel mensen denken erover na. Alleen mensen zeggen ook, ik heb het nooit durven doen en wij doen het. En ik denk dat je het zo ook moet zien, wij doen het gewoon. Heeft voor ons misschien een eurotje? Ik doe het, ik vind het wel goed, maar jij wil graag miljonair worden. Ik ga het denk ik ook doen. Ja? Ik vind het gewoon leuk, als het lukt is het toch hartstikke goed. En nu zie je dus, mensen waarderen het enorm dat je het gewoon doet. Ja, en ze liggen in de scheur doordat je het zo vraagt. En ze waarderen het ook dat je eerlijk bent waar het geld naartoe gaat. Je moet gewoon werken voor je geld. Nou, dat is je goed recht en dan wens ik u een hele fijne dag. Ik geef alleen aan mensen die het nodig hebben. Oké. En jullie hebben het niet nodig. Ik denk ook dat mensen het niet moeten zien als van, je wil niet werken. Mensen moeten het echt zien als een ludieke actie. Dus iets wat heel grappig is. Hallo. Ze zijn al 11 dagen bezig en slapen elke avond in hun tent. Bij onbekende, gastvrije mensen. Want geld mogen ze absoluut niet uitgeven. Nou ja, straks ben ik toch miljonair. Slaap ik in een 5-sterren hotel. Dus een maandje in dit tentje gaat ons prima af. Dat kan nog wel eventjes. Ja, perfect. De 2 lopen aardig binnen. Maar hoeveel geld ze hebben opgehaald, weten ze pas aan het eind van de maand. We gaan verder met het weer. Huub Misee. Het bleef vandaag een donkere dag. Vanmorgen om 9:30 brandden de zogenoemde vuurtorenlichten van het winkelcentrum Ibenburg in Den Haag nog steeds. Deze vuurtorenlichten verwijzen speels naar de tijd dat zo'n 5500 jaar geleden de kustlijn ter hoogte van Ibenburg lag. Uit de donkere lucht van vandaag viel ook langdurig regen. Om 2:00 vanmiddag was er in Valkenburg bij Katwijk al 11 mm neerslag gevallen. Door de aanhoudende regen was het vanmiddag niet warmer dan 9 graden. Met de wind viel het uiteindelijk wel mee. Die bleef veelal zwak.
Vanavond en vannacht blijft het bewolkt met regen en motregen. Later vannacht wordt het geleidelijk droger. Verder krijgen we een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidoost en de minima liggen rond 6 graden. Morgen blijft het grotendeels bewolkt en plaatselijk kan er nog wat regen vallen. De wind wordt zwak tot matig en overwegend zuidoostelijk en in de middag wordt het circa 12 graden. Zondag krijgen we eerst af en toe zon, maar in de loop van de dag komt er meer bewolking en is er ook weer kans op een bui. Ook dan blijft het met 12 à 13 graden aan de koude kant. En tot zover TV West Vandaag. Meer nieuws is te vinden op onze website omroepwest.nl en natuurlijk ook op onze app voor uw smartphone of tablet. Straks is het weer tijd voor de grote ADO-show. En daarin gaat Nicolette met een aantal schoolkinderen kijken naar de wedstrijd ADO Den Haag-Vitesse. En natuurlijk ook wordt er weer geknald op de caravan. Tot zover. Maak er een mooi weekend van en graag tot maandag.